De make-up van Brigitte Bardot is echt één van mijn favorieten. En in Nederland hebben we gelukkig ook een eigen Bardot. Beertje. En bij Beertje heb ik die slaapkamerogen gemaakt en die mooie roze lippen. Hoe ik dit gecreëerd heb, kun je nu gaan kijken. Ik gebruik een foto finish. Juist voor een fotomake-up is dat ideaal om de huid mooi te prepareren. Dus ga je op de foto gebruiken, dan zeker een goede primer. Foundation blijft mooier zitten, de poriën worden mooier, de huid gaat er mooier van uitzien. Dit is de eerste stap na de dagcreme. Het voelt ook lekker. Lekker zacht, ja, hè? Ja, lekker zacht. Er zijn heel veel verschillende camouflage technieken. De camouflage techniek die ik bij Beer laat zien is het triangle. Dat wil zeggen, deze lijn, die wordt opgelicht. Dus dit driehoek ga ik punten naar voren halen, zodat het essentiële deel van het gezicht naar voren komt. Ook een lichtere foundation ga ik daarover aanbrengen en aan de buitenkant een iets donkere foundation. Dus je licht het als het ware. Dan laat je het natuurlijk niet zo zitten, dan ga je met je vingertop of met een kwastje ga je dit mooi vervagen. Ik ga met de lichte foundation ook weer in het midden van het gezicht werken. Daar gebruik ik een kwast voor. De rest van het gezicht doe ik één tintje donkerder. Geen officiële poederkwast, maar op deze manier kun je dus een heel dun laagje poeder aanbrengen daar waar alleen nodig is. Ik ga weer de ogen straks omlijnen, maar wat ik eerst ga doen is met een blusher een basisoogschaduw opzetten. En deze oogschaduw die heeft een beetje een warme ondertoon. En die ga ik dadelijk mengen met een zwarte crème oogschaduw. Die geeft een heel mooi diep effect. Ik til de wenkbrauw iets op en dan ga ik met het potlood helemaal tegen de wimperimplant. Ga ik aan de binnenkant van het oog. Je houdt hem aan de binnenkant smal en aan de buitenkant maak je hem wat breder. En laat hem doorlopen naar buiten. Het voordeel van deze look is dat het niet zo perfect hoeft te zijn. Niet helemaal netjes. Een crème oogschaduw en die ga ik aanbrengen met mijn vingertoppen. En die breng ik zo aan over het gehele ooglid. Blijft zo'n crème oogschaduw wel zitten? Kijk, een crème oogschaduw zit vaak een olie in, of een crème dus. Maar als er de juiste pigmentatie in zit, dus als hij goed gepigmenteerd is, dan blijft hij heel mooi zitten. En het mooie bij zo'n look is dat je juist die kleuren door elkaar mag laten lopen. Hij mag zelf een beetje in die lijntjes gaan zitten. Weet je, het is een sexy Bardot look. Dus dan kun je juist een beetje smokkelen en crème oogschaduw is dan sexier, werkt mooier als een poeder oogschaduw. The morning after. Als je nou een waterproof mascara gebruikt en je hebt stijlende wimpers, dan kun je die makkelijker krullen. Die mascara droogt veel sneller. Je bedoelt met een krultannetje? Nee, gewoon echt een waterproof mascara. Kun je wimpers sneller mee krullen. De manier waarop jij hem echt zo naar boven duwt nu. Ja. In de jaren 60 had je die eyeliner ook iets meer naar de arcade boog toe. Nu ga ik met een kwastje als het ware deppen. Zodat die lijn wat meer schaduw krijgt. Dat het niet zo heel strak en zakelijk overkomt, maar juist meer arty. Ja, het is niet zo'n scherpe jaren 50 lijn. Nee, precies. Ik zet de blusje aan op het jukbeen zelf en laat hij helemaal naar boven toe uitwaaien. Zelfs gaat hij in de slapen. Zodat het heel mooi duidelijk accent komt. En ik mix de blusje met een beetje een terracotta idee. En de blusje die mag best wel aardig opgezet worden aangezien we een sexy bedroom. Bellen seksblosjes. Seksblosjes, precies. Voor de lippen gaan we voor een hele zachte kleur. En dan begin ik met een lippotlood en een beetje een paarsachtige purple look erin. Dan ga ik vooral het midden van de lip aanzetten. En dan ga ik met een potlood 1 à 2 mm boven die lip zitten. Zodat je echt zo'n mooie pulp effect krijgt van de lippen. Veel mensen denken dat een nude lip, dat die beige is. Oeh. Ja, dan krijg je een wat dol effect.
nude lip is eigenlijk een verlevendiging van je lipje. Ja. De ogen goed geblend, smoky, sexy eyes. En ook het haar is behoorlijk slaapkamerproof. Wil je weten hoe dat haar in elkaar is gedraaid? Kijk dan naar de volgende video. Dankjewel voor het kijken. Wil je op de hoogte gehouden worden van alles wat met beauty te maken heeft? Dan kun je je abonneren op dit YouTube kanaal. En dan hou ik je elke week op de hoogte met Q&A's, tutorials en how-to's. En natuurlijk kun je je vragen stellen hieronder bij de comments. En super als je mij laat weten wat je ervan vindt. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.